is zoveel. Kijk, hier komen de wollen sokken. Oh, veel. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag mijn kledingkast opruimen. Ik heb er echt heel veel zin in. Er zitten namelijk nog allemaal zomeritems in mijn kast. En ja, er zit ook wel veel truien al in, maar het loopt allemaal een beetje door elkaar. Ik krijg de kast niet meer dicht zoals je kan zien. En bovenop mijn kast heb ik een hele grote doos staan of een, ja, opbergding. En daar heb ik mijn winterkleding in. En het is een beetje tijd om de herfstgarderobe in mijn kast terug te halen. Dus dat ga ik vandaag met jullie doen. Ik ga mijn kledingkast helemaal opruimen, helemaal opnieuw organiseren en inrichten. En switchen in de zomerkleding naar de herfstkleding. Je zou vast denken, wat klink je verkouden? Nou, dat ben ik. Ik ben echt heel erg verkouden. Ik ben 2 dagen echt ziek geweest. Ik heb plat op bed gelegen. Ik heb me vanochtend ook moeten testen voor Cornelius, laten we het zo noemen. Maar ik voel me nu prima. Ik klink alleen niet prima, maar ik voel me prima. Ja, vandaag dacht ik voel me goed, dus ik heb zin om te filmen. En ik heb altijd geleerd, als je ziek bent, moet je doen waar je zin in hebt en eten waar je zin in hebt. Dus dat doe ik ook. Dus vandaar dat ik nu lekker ga filmen. Dus sorry voor mijn stem, ik doe mijn best. Maar ja, veel te lange intro. We gaan snel beginnen met deze video. Ik zou zeggen, pak er een lekker kopje thee bij. Deze meid heeft lekker een kubbensoepje voor de boost. En dan gaan we snel beginnen, want ik denk dat dit een hele lange video wordt. Zoals de meesten wel weten, ik weet dat heel veel het leuk vinden om deze video's bij mij te zien. Mijn kledingkast staat in de gang, omdat ik best wel een kleine kamer heb. En ik vond mijn make-up tafel belangrijker dan mijn kledingkast. Dus mijn make-up tafel heeft een hele mooie plek in mijn kamer. En de kledingkast, ik dacht, die kan perfect in de gang bij ons. Dus dat heb ik ook gedaan. Wel heb ik wat uitbreidingen gedaan. Ik heb namelijk dus zo'n doos ding op de kast, waardoor ik mijn winter- en zomerkleding een beetje kan scheiden. En ik heb dus iets nieuws gehaald. En dat is voor het eerst in deze soort video's dat ik dat heb. Dus die gaan we ook indelen. Ik heb namelijk dit gehaald van The Action. En dit zijn van die laadjes. En dan heb ik 3 laadjes. Ik heb er nu wat ingepleurd, maar dat haal ik er gelijk even uit trouwens. Want dat hoort hier helemaal niet. Maar dit gaan we dus ook lekker indelen. En dan ga ik nog even kijken wat ik in deze laadjes ga doen. Maar ja, dit is natuurlijk ook allemaal een beetje een rommel en een chaos. Maar dit past perfect hier. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En die snoer trouwens die je ziet is van de lamp. Oké, tijd om mijn kledingkast open te doen. Oh, waar begin ik aan? Oh, ik schaam me diep. Dit is zo erg. Vandaag wil ik ook heel erg streng zijn in mijn kledingkast. Want ik heb er zoveel items in liggen die ik elke keer weer zeg van... Of waarvan ik elke keer weer zeg van, oh dat is leuk, ga ik dragen. Maar ik draag het dan nog steeds niet. En dat zeg ik denk al 2 jaar lang bij bepaalde items. Dus dan moet ik gewoon echt een keer wegdoen. Daar gaan we. We gaan beginnen. Ik haal... Nee, ik haal niet alles eruit. Ik begin gewoon met de bovenste en dan ga ik gewoon per vak werken. Want anders wordt het echt te veel. En, oh ja, ik moet niet vergeten mijn herfstspullen ook te pakken. Ik denk dat ik namelijk al een tactiek heb waar ik alles ga doen. En dat ga ik jullie nu laten zien. Dat was mijn heup die knakte. Oké, er zat een systeem in. Maar zoals je kan zien had ik op een gegeven moment geen zin meer om dat systeem aan te houden. Want er kwamen meer kleding bij dan dat er wegging. Dus het is overvol. Maar hier wil ik mijn truien gaan doen. Dus echt opstapelen. Want ik heb gehoord van jullie dat als je truien uithangt dat het gaat lubberen. Dus hier komen mijn herfst- en wintertruien. Hier wil ik mijn herfstjurk, ja, winter- herfstjurkjes gaan ophangen. Blazers. Dus echt een beetje de hangdingen. Ik ga voor het eerst jurkjes en zo ophangen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat vond ik wel grappig. Want ik kreeg heel vaak te horen van jullie dat... jullie dat wel deden. En dat jullie het grappig vonden om te zien dat ik dat dus niet doe. Maar ik ga er wat mee doen. Ik ga het ook ophangen. Hier beneden wil ik eigenlijk mijn joggingsbroeken doen. Want ja, daar heb ik er best wel veel van. Ik vind dat gewoon fijn om gelijk te pakken. Daar heb ik nu pyjama's. Dat gaat weg. Ik weet nog niet wat ik daar ga doen. Nou, dit is een vak. Hier zijn 2 vakken. Kun je nu niet zien. Maar hier doe ik denk ik topjes en zo. Of shirtjes. Hier wat broeken. Sportkleding en ja, korte broekjes hoeft ook niet, want dat gaat allemaal naar de zomerkant. Dus ik ga nog een beetje zien hoe ik het indeel, maar ik denk zo. En ik denk dat ik hier in mijn, ja, misschien ook wel mijn sportkleding wil doen, mijn pyjama's en
voor de rest zie ik het wel. Ik ga niet te veel knippen in deze video, dus het wordt echt een lange video. Omdat jullie het leuk vinden om te zien hoe het proces bij mij gaat van A tot Z. Dus dat ga ik ook lekker filmen. Ik vind het zelf ook leuk om te zien. Maar nu ga ik echt beginnen, want anders dan duurt het echt veel te lang. Oké, dit is een zomerjurkje. Heb ik nog niet gedragen, want ik ben niet op vakantie geweest. Wil ik wel houden. Al de zomerkleding ga ik daar neergooien en dan kan ik die uiteindelijk in die bak doen. Dit is ook een zomerjurkje. Maar deze heb ik dus uiteindelijk helemaal niet gedragen in de zomer. Maar ik vind hem wel leuk. Oké, twijfel. Hey, een shirt. Die was ik al kwijt. Die moet ik wel houden. Dus dat leg ik dan gewoon hier neer op de grond. Ik pak ook even dit van de grond. Want anders gaat het fout. Dit is een trui. Mijn lievelings. Die hou ik. Dus die leg ik hier neer. Dat ga ik dan straks indelen. Hier, deze roze trui krijg ik heel vaak vragen over. Is van de H&M. Hou ik. En dit giletje vind ik echt heel leuk boven een wit blouseje of spijkerjasje. Deze van Shein, die hou ik ook. Dan heb ik een hele leuke lange rok van Chiquelle, wou ik zeggen. Van Colorful Rebel. En daar heb ik een leuke trui bij passen. Dus dat is een leuk setje voor in de herfst. Die hou ik. Dit is ook een jurkje, leerjurkje met een leuke kol eronder of zo. Is dat heel leuk voor in de herfst. Die hou ik. Dan heb ik een beige blouse. Maar ik heb hier... ook een beige blouse. Deze is lang. Deze is wat korter. Ik ga deze weg doen. Dan een chille spijkerbroek. Die hou ik. Ja, dit is wel echt een zomerjurkje. Ook al heeft die lange mouwen. Het is gewoon dat witte en zo vind ik wel echt voor in de zomer. Oh mijn god, er zit een zieke vlek in. Oh, wat is dit? Ik weet niet of dat te zien is. Er zit echt helemaal een gele vlek in. Ik heb geen idee. Deze gaat in de was. Daar. Dan deze broek. Die vind ik nog wel heel erg leuk. Oh my god, hier zitten ook vlekken in. Nee, deze heb ik net nieuw. Wat heb ik gedaan? Oh, wat erg. Oh, ik weet niet of dat te zien is. Allemaal van die kleine zwarte puntjes. Nou ja, ik ga vragen of mama die uit de was of eruit krijgt. Dan dit rokje vind ik nog wel leuk. Ook met een panty, dus die hou ik. Hier heb ik een zwarte kooltruitje. Die hou ik. Die gaat naar de zomer. Deze vind ik echt leuk. Ook met een gele trui die ik al heb. Dus die hou ik. Leuk met een panty. Een bralet. Een BH. En een sport-BH. Dat gaat naar daar. Zomerjurkje. Zomerjurkje. Mijn favoriete jurk. Dat is wel voor in de herfst of winter. Wat is dit? Oh ja, deze. Ja, ik vind die zo leuk. Maar hij is wel heel kort. Maar ik wil hem nog wel een kans geven. Deze kan in de zomer of in de winter. Zomerjurkje, die wil ik ook wel houden. Auw. Zomerjurkje. Ja, ik ga deze verkopen, want ik vind hem dus echt super mooi. Ik heb hem ook echt maar één keer gedragen. Hij is van Lovies. Maar de V-hals is zo diep. Dat je, ik heb niet zoveel borst. Dus dan zit dat echt niet mooi. En ik vind het ook niet mooi om een hemdje of zo eronder te dragen. Dus, hij is wel leuk. Maar ik ga die wegdoen. Deze vind ik heel mooi. Hou ik. Zomerjurkje. Deze. Dit is ook een zomerjurkje. Nog meer zomerjurkjes. Dan deze. Oh ja, dit is een heel dun stofje. Zo'n lange rok. Maar ja, ik vind het dunne stofje niet heel chill. Dus die ga ik wegdoen. Deze vind ik leuk. Houden zomer. Dit is eigenlijk allemaal zomer, zomer, zomer. Die doe ik weg. Deze is zo prachtig. Zomer. Allemaal zomer. Oké, die is leeg. Ik ga het straks vullen met de truien. Maar ik wil eerst alles een beetje uitzoeken voordat ik alles hier ook ga pakken. Want anders wordt het hier echt een bende. Dus ja, ik ga naar de hangers. Sportjasjes hou ik. Oh, daar valt al wat. Oh ja, deze blouse. Die heb ik net nieuw van de H&M. Blazer hou ik. Nou, deze wikkelvest. Ik weet niet waarom die er al in hangt. Maar die hou ik sowieso. De zwarte blazer die hou ik van Naked. Maar die wil ik hier zo. Nou, dit is een blazerjurk. Maar dit zo fel kleurtje vind ik meer een zomer- of een lentejurkje. Kaart zit er nog wel aan. Dus die gaat naar de zomerkleding. Dan heb ik hier een zwart spijkerjasje. Nou, die wil ik wel houden. Is altijd handig. Twee hangers. Dan een beige blazer. Die hou ik. Wat is dit? Ja, deze ga ik weg doen. Ik draag het gewoon niet. Dit is zo'n lang t-shirt jurkje.
Ik heb hem één keer aangehad, daarna niet meer, dus die gaat weg. Ja, hetzelfde geldt voor deze. Ik vind het echt super cute uitzien, maar ik heb hem gewoon niet gedragen. En dan zeg ik tegen mezelf, handig voor in de zomer of in de winter, gewoon een leuk jasje, maar ik draag het niet. Dus dan ga ik hem wegdoen. Kan ik er beter iemand blij mee maken. Hetzelfde geldt voor deze. Deze heb ik nooit aangehad. Hij is van Levi's. Echt een heel duur en heel mooi jasje. Maar ik draag het gewoon niet. En dat vind ik echt zo zonde. Oh, maar ik moet niet alle jasjes weg gaan doen. Maar ik draag het niet, dus ik ga hem wegdoen. Alles wat ik wegdoe trouwens, doneer ik of verkoop ik via Vinted. En dat is wat ik ermee doe. Mijn Vinted staat trouwens in de beschrijving van elke video. Dus dat kun je in de beschrijving vinden. Nou, hangers, daar word ik vrolijk van. Dan een wit wikkelvestje. Nou, dat ga ik nooit wegdoen. Dat is echt super. Een bruin topje, maar dit wil ik ophangen of vouwen. Dit hoort bij een rokje, dat als setje. En ik zie het mezelf niet echt dragen, gewoon boven een spijkerbroek. Dus die gaat naar de zomer. Nou, blouse is altijd handig. Zo. Dan een roze shirtje, maar die mag ook gevouwen worden. Ja, deze heb ik dus echt nog niet gedragen deze zomer. Het is een playsuit, maar ik vind hem wel handig om te houden voor een nette gelegenheid. En het is warm. Dan kan ik deze aan, dus die hou ik wel. Dan heb ik deze, maar ik ga deze ook wegdoen. Ik vond hem echt heel erg leuk. Ik heb ook echt leuke foto's mee, maar ja, ik weet niet. Het is gewoon niet meer helemaal mij. Ik vind hem iets te hysterisch of zo. Dan mijn favoriete vest van Shein. Echt love it. Die ga ik houden. Dit vind ik ook echt een blouse wat je over je bikini doet in de zomer. Dus die ga ik bij de zomerkleding neerleggen. Dat ga ik gewoon niet dragen in de herfst of in de winter. Nou, zo'n topje kan nog wel, maar dat ga ik vouwen. Ja, en dit zijn eigenlijk allemaal zomertopjes. Deze hoort bij een rokje, dus dat gaat naar de zomerkleding. Deze hoort ook bij een rokje, dus dat gaat ook naar de zomerkleding. Idem dito voor deze. Ja, en deze, die vind ik dus echt heel mooi. Maar ik weet niet of het echt iets voor mij is. Ik heb hem nu een paar keer aangehad en dan denk ik, Dus ik denk dat ik dit topje ga verkopen. Hij is van de Zara. Ik heb hem 2 keer aangehad. Met pijn in mijn hart, maar ik moet echt streng zijn. Oké, even een tussenstand. Dit is echt, ik heb hem nog nooit zo leeg gehad. Kijk dit. Dit is echt niet normaal. Dit gaat in de zomerbak. Je kan vast zien en begrijpen waarom. En dit gaat tot nu toe allemaal weg. Oké, dan kom ik dus hieronder aan. En hieronder heb ik al truien liggen. Ja, dat past toch allemaal niet meer in de bak boven. Dus die truien ga ik alvast neerleggen op de plek waar het moet. En dan ga ik stuk voor stuk eruit pakken wat er nog ligt. Want ik heb letterlijk geen idee wat ik hier allemaal ga vinden. We gaan het zien. Mijn goal is om dit dus helemaal leeg te krijgen. Ik ga het gewoon van beneden pakken. Oh ja, ik heb hier een rokje. Die vind ik heel leuk, maar dat hoort bij de zomer. Dan heb ik hier, oh ja, deze chille vest. Die heb ik nieuw. Van de Mango. Die wil ik absoluut houden. Een riem. Dat hoort hier niet. Dan de gele trui waar ik het net over had. Die past bij die rokken die ik heb. Dus die gaan lekker hierboven. Oh, daar heb ik alle hangers. Dus deze ga ik opvouwen. Want anders gaat het dus helemaal uitlubberen. En dat ga ik hier doen. Dan heb ik hier nog een trui. Die heb ik nieuw van een Mango. Die ga ik ook lekker opvouwen. Dan nog een nieuwe, superleuk kleurtje. En deze heb ik ook nieuw en die ga ik ook lekker opvouwen. Ik heb zo'n gevoel dat ik mega veel truien heb, want ik heb van vorig jaar ook nog heel veel. Dus dat wordt nog een leuke uitdaging. Dan een kort broekrokje, die gaat naar de zomer. Dan een vest, die ga ik uithangen. Dan heb ik weer een nieuwe vest gekocht bij de Zara, echt mijn favoriet vind ik. Zo leuk deze, dus die moet wel echt een grote hanger. Hij is nou mega groot en lang en fluffy. Die ga ik absoluut houden. Dan heb ik hier al mijn bikinis. Dat ga ik nu niet uitzoeken, want ik weet niet wat ik volgende zomer nog leuk vind. Dus die ga ik lekker bij de zomer leggen. Ik heb hier een topje, die hoort ook bij de zomer. Ik heb hier een tennisrokje, maar dat vind ik nog echt leuk met een hele grote trui erboven. Het kan prima in de herfst, dus die wil ik wel houden. Een joggingbroek houden, maar dat moet ik nog vouwen. Ik heb hier een babyblauw kooltruitje, die hou ik, maar dat ga ik straks ook vouwen bij de shirtjes. Ik heb hier een soort t-shirt jurk, die leek me wel leuk voor een festival een keer. Maar misschien leuk met Dr. Martens in de herfst of zo, dus die wil ik houden.
En die ga ik ophangen, want het is een jurkje. En ik ga jurkjes dus dit jaar ophangen. Nou, bij zwart. Dan heb ik hier een mega lange jurk van Colorful Rebel. Dit is echt mijn favoriete lange jurk. Maxi jurk. Die heb ik ook al wel een tijdje. En ja, hij blijft geweldig. Dus die ga ik houden en ophangen. Dan een shirtje. Die ga ik straks opvouwen. Ja, dan heb ik zo'n bikers shortje. Maar dit vind ik wel handig onder sommige jurkjes. Dus die ga ik ook even hier neerleggen. Wollen sokken. Oh my god. Ik heb zo'n goed idee. Ik ga in die la hiernaast, die doos of die bak, 1 la vol met wollen sokken doen. Oh, en dan als je gewoon zin hebt om wollen sokken aan te doen, doe je die la open. En dan heb je gewoon wollen sokken goals. Ja, dat gaan we doen. Sporthemdje moet ook... Ga ik dat ook daar doen of ga ik dat wel hier doen? Hier denk ik. Dit is een body. Dat vind ik oprecht nog handig. Dan heb ik hieronder nog een lege bak. Die leg ik even weg. Sokken, dat ga ik dus in die bak hiernaast doen. En sjaaltjes. Maar die sjaaltjes vind ik echt zomerdingen. Dus ja, dat ga ik ook lekker bij de zomer doen. En dan is die hele onderkant leeg. Het ziet er dus nu al super clean uit. En dit heb ik dus helemaal leeg. En daar ben ik echt heel blij mee. En dat vind ik ook wel chill, want ja, dit zijn wel lange vesten. Dus dat gaat over de grond slepen. En als je dan hier ook nog allemaal dingen hebt liggen, dat is gewoon niet handig. Dus ja, ik heb mooi nog wat hangers over voor jurkjes. Hier komen de truien, dus ik ga straks deze openmaken. En dan gaan we alle herfst- en winterkleding hierin leggen nog. En dit is natuurlijk ook één grote ravage, dus dat moet ik nog even doen. Nou ga ik even alles wat hier ligt ook indelen. Oké, tijd voor deze. Deze ga ik letterlijk leeghalen, want hier zitten allemaal korte broekjes in. Dus dat vind ik ook niet, ja, dat draag ik niet zo snel in de herfst. Dus dat gaat naar de zomer. Deze vind ik dan wel weer leuk. Die kan ook echt wel met een panty of zo, dan Dr. Martens. Dus die wil ik wel houden. Dit vind ik lastig om de zomerdingen uit te zoeken, omdat ik denk, misschien vind ik het volgend jaar wel weer leuk of weer niet. Dus dan zoek ik het dan wel weer uit. En dan heb ik hier een lege vak. Dus ik leg deze er even voor het gemak in. En dan zie ik wel wat ik daar uiteindelijk ga doen. Dan ga ik nu door naar deze. En ik heb geen idee wat hier allemaal ligt. Volgens mij gaat van alles door elkaar. Even kijken. Oh, dit zijn sportdingen. Ja, ik denk dat ik dat helemaal onder in de kast ga doen. Dus ik leg het heel even op de grond neer. Die is van mijn zus. Die is niet van mij. Oeh, een trui. Die ga ik opvouwen en bij de truien doen. Dan heb ik hier een broek. Sport, sport, sport. Oké, die is leeg. Ik denk dat ik daar de broeken ga doen. Dat vind ik wel een fijne vak. Is ook wel een beetje dichtbij. Dus deze broek. Dit is een grijze skinny. Jawel, ik en een skinny broek. Vind ik op zich wel leuk met een hele grote trui of zo. Dus die hou ik. En ik heb ook echt heel veel broeken die ik eigenlijk niet draag. Dus daar ga ik echt even streng doorheen. Nou, deze heb ik laatst nog letterlijk gedragen. Dus die hou ik. Ook nieuw, die hou ik. Die vind ik heel chill. Dit vind ik wel een beetje een zomerbroek. Of een lentebroek. Zo'n roze pantalon. Wel echt mega leuk. Maar die ga ik bij de zomer neerleggen, denk ik. Deze broek, die is wel voor de herfst of voor de winter. Kan eigenlijk gewoon het hele jaar door wel. Nou, en deze roze, daar ben ik eigenlijk een beetje op uitgekeken. Dus die ga ik letterlijk gewoon echt wegdoen. Deze is ook leeg. Volgend vakje. Oké, deze is leeg en hier heb ik alles van op de grond gepleurd. Hier zitten allemaal topjes, zomertopjes. Dus dat kan eigenlijk bijna allemaal wel naar de zomer. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook leuk om topjes onder een vest te dragen. Dus daar wil ik wel rekening mee houden. Nou, deze ga ik wegdoen. Daar hoort een rok bij. Dus die heb ik al weggedaan. Ja, nou, deze body, ik draag hem niet. Ik heb hem letterlijk nooit gedragen. Zo'n beige body. Dus die ga ik wegdoen. Dit vind ik ook een heel mooi kleurtje voor in de herfst met een wit vestje of zo. Dus die hou ik dan wel. Ik leg het heel even hieronder neer. Ja, dit roze topje heb ik eigenlijk niet gedragen, dus die ga ik wegdoen. Ja, dit zalmroze topje vind ik leuk voor de zomer, dus die gaat naar de zomer. Dit kanten topje ook. Deze ook. Dit is een beetje crème. Dat is wel heel leuk met een zwarte vest of zo, of een grijze vest misschien, dus die wil ik wel houden. Deze bralette vind ik ook echt wat voor de zomer.
Nou, en deze, dit is een glittertopje, vind ik echt mega leuk met een witte wikkelvest. Echt super leuk voor in de winter of voor in de herfst. Dus die hou ik. Die heb ik van Chiquelle. Zit het kaartje nog aan, maar die hou ik wel. Dan heb ik weer een bak. Ja, ik denk dat ik hier de shirtjes ga opvouwen en daaronder de topjes. Maar dan ga ik deze plank even wat lager doen, zodat ik meer ruimte heb voor de shirtjes. Want dat vind ik gewoon, daar heb ik wat meer van. Oké, ik ga nu weer stuk voor stuk alles wat ik op de grond heb gepleurd aan die twee vakjes pakken. En dan ga ik het opvouwen, want hier doe ik de shirtjes en daaronder de topjes waar wat onder een vest kan. Oh ja, dit is voor een festival, dus dat ga ik lekker bij de zomer doen. Dit topje is ook wel echt voor de zomer. Dat gaat nooit passen in die bak boven. Oh, dat wordt nog leuk. Nou, dit is een topje wat ik gewoon ook heel chill draag boven een joggingsbroek. Dus dat vind ik gewoon lekker om wel voor nu ook te houden. Ja, dit topje vind ik echt zo cute. Dus die ga ik ook houden, maar dan bij zomer. Dit is echt zo'n toppertje die ik sowieso wil houden. Voor nu ook, onder een blazer. Dit is een zwart topje, dat is ook gewoon fijn voor onder een blazer. Dit topje hou ik ook. Deze topjes ga ik naar de zomer doen. Dit topje kan nog wel onder een spijkerjasje of zo. Ik heb hier een spijkerbroek. Die mag naar de broeken. Zomerjurkje mag naar de zomer. Even kijken. Deze die ga ik wegdoen, want ja, ik draag hem niet, deze spijkerbroek. Dus die ga ik verkopen. Dit spijkerjasje heb ik heel vaak vragen over gekregen. Die had ik aan bij Pashokjeshopblog. Die is van Naked keer Kim Vreenstra. Met franjes. Dus die vind ik wel leuk. Echt mijn favoriete jurk. Maar het is wel echt een lange zomerjurk. Want ja, hij heeft ook bandjes. Dus die gaat naar de zomer. Dit topje vind ik echt mega leuk. Die heb ik ook nieuw. Een zomertopje. Die hou ik. Ik ga de rokjes die ik wil houden bij de korte broek hier bovenin leggen. Nou, dit topje die ga ik opvouwen. Dan heb ik ook nog zo'n topje. Die ga ik dus ook opvouwen. Ik ga eigenlijk nu alle topjes en shirtjes en rokken vouwen en neerleggen. Oké, ik heb even een kleine break genomen. Ik dacht, ik ga even wat eten. Fruit eten, vitamine boost. En dan kunnen we er weer rustig tegenaan. Goed luisteren naar je lichaam altijd. Ik ben nu bij de onderste twee aangekomen. En in deze hier zitten allemaal joggingsbroeken. En die wil ik dus eigenlijk hier onder de hanggedeelte doen. Dus dat ga ik even opvouwen. En ik hou ook al mijn joggingsbroeken, want dit zijn echt mijn favoriete joggingsbroeken. Deze zijn van Chiquelle. Ik vind ze echt helemaal geweldig. En ik heb er dus bij passende truitjes van. Maar die wil ik denk ik gewoon bij de truier neerleggen. Oké, ik ga ze toch in deze la of in deze houden. Omdat ik hem anders leeg heb. En dan heb ik het hier mooi ook leeg. Dus kan ik het net zo goed hier gewoon lekker in laten. Want anders heb ik daar niks wat daarin kan. Oké, er zit ook heel veel nog in de was. Dus dat wordt een beetje proppen. Maar komt goed. Nou, in deze onderste la, ja, je kan het eigenlijk niet zien. Of in de onderste vak heb ik allemaal pyjama's. Maar dat ga ik zo ook even uitzoeken. En dat ga ik allemaal in de la hiernaast doen. Oh, veel. En ik draag eigenlijk vaak maar gewoon een shirt of eigenlijk niks. Dus ik ga echt heel veel pyjama's wegdoen. Nou, in deze vak ga ik al mijn sportkleding doen. En ik denk niet echt dat ik daar heel veel van ga wegdoen. Want ja, ik ben gewoon heel blij met mijn sportkleding. Dus dat ga ik lekker opvouwen en hier neerleggen. Ga ik nog een systeem doen. Ja, sport-PH's ga ik hierin doen. En voor de rest leg ik alles gewoon een beetje voor.
Zo, ik heb hier de sportleggings gedaan. Daarachter de topjes. En daarachter in een doos de sport-BH's. Dus dat ziet er ook weer super goed uit. En nou ga ik wat hier ligt nog even allemaal een plekje geven. Dit is een broek. Zo moet bij de broeken. Dit is een broek. Dit moet bij de topjes. En deze bij de truien. En dan is het eindelijk tijd om de herfstkleding erbij te pakken. Ik ben er echt al zo blij mee hoe ik het heb ingedeeld. Maar ja, er moet nog heel veel in. Tijd om dat ding te pakken. Dat is me altijd nog een klus, want die is heel zwaar. Oh god. Oké, ik denk dat ik het toch anders ga doen. Want voor ik die op de grond leg en alles hier weer, nou ja, door elkaar ga halen. Dit hier is namelijk allemaal zomerkleding. Hier heb ik alles wat weg kan. Maar hier heb ik alles wat daarin kan. Dus ik ga dit eerst even daarin doen. Zodat dat hier weg is en niks alles door elkaar gaat lopen. Die hou ik weg. Ik moet sowieso nog even gaan nadenken hoe ik het wil gaan indelen. Ik wil één vak doen met allemaal pyjama's. Één vak met sokken. En het andere vak, geen idee. Dat gaan we zien. Oké, ik heb hier sokken. Ik ga denk ik sokken in de bovenste doen. Kan het hierin? Ja. Dat kan ook. Dan denk ik dat ik deze hier zo inleg. Want dit zijn gewoon sportsokken en panties. En dan leg ik hiervoor allemaal wollen sokken. De tweede laag ga ik de pyjama's doen. Dit is een rood shirtje die ik echt heel vaak aan heb als een pyjama shirtje. Ik ga in de onderste la echt dikke pyjama broeken en leggingen neerleggen. Die ik gewoon aan heb als het echt heel koud is. Of gewoon met chillen. Zo, die heb ik ook helemaal gevuld. Ik heb hier dan de sokken, panties en wollen sokken. Hiervoor komen de wollen sokken, maar alles ligt eigenlijk nog boven in de was. Dus dat moet ik nog even pakken. Maar dat gaat dan helemaal vol liggen, want daar heb ik best wel veel van. Dan heb ik in de tweede la eigenlijk de pyjama's en broekjes en shirtjes die ik vaak draag tijdens het slapen. En in de onderste la heb ik echt de dikke pyjama's, broeken en leggingen die ik vaak draag als ik chill, zeg maar. Dus dat heb ik hier, maar dit is best wel een volle la, omdat dat heel dik is. Tijd om de kleding eindelijk te pakken. Oh my god, dit is zoveel! Nou, ik heb het letterlijk voor me liggen. Oh, dat verstond niemand. Ik heb het letterlijk voor me liggen. En we gaan nu gewoon stuk voor stuk uitpakken, kijken of ik het wil houden en in de kast leggen. Nou, ik heb vooral heel veel cardigans, vestjes, et cetera. Nou, deze wil ik houden. Nog een cardigan. Dan heb ik een zwart topje met gouden glitters. Echt super leuk. Die ga ik neerleggen. Kijk, hier komen de wollen sokken. Ik heb deze wollen sokken van de Action. Deze uit Krakau. Witte van AliExpress. Deze van de Primark. Ik heb hier nog zwarte glittersokken. Die heb ik met dobbelen toen. Met Sinterklaas gekregen. Dus allemaal wollen sokken. Dus dat gaat daarin. Dan een two-piece set in een rok. En daarbij hoort deze trui. Dan heb ik dit truitje. Heel leuk van Naked. Dan heb ik deze van Shein. Die vind ik nog steeds ook heel leuk. Ik moet zeggen dat ik best veel roze heb. Maar het blijft leuk. Och, het gaat nu al niet passen. Oké, deze kan ik wel ophangen. Dit is zo'n lekkere hoodie. Ik heb echt meer hangers nodig in mijn leven. Deze vind ik ook heel leuk. Dit is een sweater. Die kan eventueel ook opgehangen worden. Oh, er zit een vlek in. Ook die gaat in de was. Nou, nog een hoodie van Subdued. Krijg ik altijd heel veel vragen over. Die ga ik lekker ophangen. Oh, ik was al vergeten dat ik deze had. Ik heb een sweater van Alex de Lepel. Die kan ik ook wel ophangen. Dan heb ik deze, maar deze ga ik wegdoen. Oh ja, draagt iemand nog deze flarebroek in het zwart? Ik draag het dus eigenlijk echt niet meer.
Dus die ga ik ook wegdoen. Deze vind ik heel leuk. Deze is van Colorful Rebel. Dit is een rokje. Oh ja, dan heb ik deze witte trui. Die heb ik van Naked. Nou, deze ga ik wel vouwen, want die gaat wel lubberen. Dan heb ik een sweater dress. Die hou ik van Chiquelle. Die vind ik heel leuk. Dan heb ik een vest. Die is ook heel zacht. Heel lekker. Oh, die hangers die klingelen de hele tijd. Maar ja, kan er helaas niks aan veranderen. Dan heb ik dit jurkje. Die vind ik ook nog heel leuk. Die heeft gouden glitters. Die is van Most Wanted. Lekkere hoodie met een vlek alweer. Ik weet niet waarom er allemaal vlekken in zitten. Deze hoodie is ook echt super lekker van Tommy. Die kan ik wel hangen. Nee, die ga ik vouwen. Die is te dik. Oh ja, dan heb ik deze. En ik vind hem echt super mooi. Maar ik heb hem zo vaak aangehad met zo'n rits. Dat ik hem dus niet meer zo heel leuk vind. Dus deze ga ik verkopen. Oh ja, deze van Colorful Rebel. Super mooi. Wel heel warm. Met een colletje. En zo'n schakelmouw. Die ga ik zeker houden. Een lichtblauwe hoodie. Ja, ik heb er gewoon te veel, dus die gaat weg helaas. Ja, deze vlinder trui vind ik echt heel leuk, maar die ga ik ook weg doen. Dus ja, dat ga ik nu even indelen. Oh my god, het zit er allemaal in. Kijk, hier heb ik de truitjes. Maar ik kwam er dus nog ergens achter. Namelijk, nou ja, dat er sowieso nog wat dingen in de was liggen. Dus niet allemaal voor mij, maar wel een paar dingen. Maar hierboven heb ik ook nog wat dingen liggen. Zoals een sweater. Deze vest, of dit vest. Een sweater. Wat is dit? Geen idee. Jurkjes, dus oh mijn god, ik heb nog zoveel meer. Deze sweater, ja, ik vind hem echt mega leuk, maar het is echt een zweetstofje, dus ik ga die verkopen, want ik weet nu al dat ik het dan niet ga dragen. Deze van Chiquelle, die hou ik wel. Het past niet echt meer. Dan heb ik deze Spencer, die vind ik echt heel cute, dus die hou ik. Die heb ik ook net nieuw. Dan heb ik ook nog deze, en deze vind ik ook echt heel erg schattig, dus deze hou ik ook. En dan heb ik ook nog dit vestje, of ja, wat is het? Een soort topje-achtig truitje. Beetje een wafelstructuurtje. Maar ik heb deze in de Shein shop nog laten zien. En toen vond ik hem zo leuk gesteld met een bralette eronder, zo'n zwarte. En een beetje over je schouder. Dus deze vind ik echt leuk. Dus ook deze hou ik. Die vouw ik wel op. Oh my god. Ik ben klaar. Het is een wrap. Ik heb letterlijk nog maar één hanger over. Nou, die komt wel van pas, want er zit ook nog echt heel veel in de was, zoals je kon zien. Maar ik ben er echt super blij mee. En ik hoop dat ik het een beetje zo kan laten. Dus ja, ik ga het jullie nu even laten zien, een kleine tour. Ik heb hier dus mijn truien en een beetje de sweaters. Nou, echt super schattige kleurtjes ook allemaal. Dan heb ik hier natuurlijk de hanggedeelte. En dat heb ik een klein beetje op kleur gedaan. Hier een beetje blauw en groen. En dan hier zwart, naar beige, naar wit, naar roze. Nou, zoals je kan zien heb ik het hier leeg. En dat heb ik echt letterlijk nog nooit gehad sinds ik deze kast heb. Dus ja, ik vind dat wel fijn. Want anders dan, als je hier allemaal dingen neerzet, dan sleept het er zo overheen. Dus ja, dit is gewoon helemaal leeg. En dat geeft ook wel een clean gevoel. Dan heb ik hier dus de korte rokjes en broekjes waar een panty onder kan. Ik heb hier broeken. Dit vind ik wel een beetje minder mooi. Want hierachter heb ik dus ook nog een stapel tot aan een nok, zeg maar. Maar ja, ik heb gewoon zoveel broeken. Dus ik moest wel twee stapels voor elkaar doen. Dan heb ik hier topjes en shirtjes. Hier heb ik ook wat topjes die echt onder vestjes kan. Daarachter ook. Dan hier de joggingsbroeken. En dan heb ik hier de sportkleding. Dus ja, dat is eigenlijk mijn kast. En jongens, hij past gewoon dicht. Wow. Deze hele stapel gaat weg. Het is echt een heleboel. Er zitten ook nog wat dingen in de was voor ik ze weg ga doen. Dus er komt nog meer bij. Maar dit is in ieder geval een beetje wat weggaat. Dus het is echt bizar veel. Dus dit kunnen jullie verwachten op Vinted. Volg mij vooral op Vinted. Mijn gebruiksnaam is Floor Delver.
Ik kan je nog niet beloven dat dit online staat. Dus volg mij zeker om op de hoogte te blijven. En dan krijg je vanzelf een melding als dit erop wordt gezet. Oh, ik ben volgens mij helemaal rood. Ik gloei ook helemaal. Dus het is echt mooi geweest. Ik ga gelijk op bed in. Oeh, het was me toch wel wat meer een uitdaging dan ik van tevoren had gedacht. Dus ik ga lekker nog even uitzieken. Ik voelde me prima, maar ik begin nu wel weer een beetje te zweten. Wel, ik heb echt zoveel zin om het herfstseizoen in te gaan. Lekker de koude dagen. De comfy sweaters aan. Dus ja, ik heb er gewoon helemaal zin in. En kan niet wachten. Dus ik hoop dat jij wat inspiratie hieruit hebt gehad. En dat jij je kledingkast ook lekker gaat opruimen. Organiseren. Herfstproef gaat maken. Laat het zeker weten in de comments. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!